Hallo allemaal. Welkom bij de nieuwe vlog van Erik en Dorien op reis. Ik ben Erik. Ik ben Dorien. En we gaan op reis overwinteren in Spanje en Portugal. En we doen dit in onze camper. We hebben een prachtige camper waarvan we binnenkort een rondleiding laten zien. En ja, we gaan heerlijk van de zon genieten. En we gaan aan onze gezondheid werken. Gezond eten, veel bewegen en afvallen. En dat gaat de goede kant op. Ja. En we genieten al ontzettend van alles. Het mooie weer wat we nu al hebben. Lekker buiten zitten in de zon. Kortom, het is nu al verschrikkelijk lekker genieten. We willen met onze camper gaan reizen door Spanje, Portugal. Daar schijnt het mooi weer te zijn. En dan overwinteren via Spanje weer terug naar Nederland. We willen elke week proberen om een nieuwe vlog te maken en deze aan jullie te laten zien. En we hopen dat jullie er erg van gaan genieten van onze avonturen in onze camper. Heel veel kijkplezier! Aangekomen in Duffel, even een lunchje bij een riviertje, de Neten. Benieuwd of er nog boten doorheen komen. Zwembad staan wij lekker wild op een parkeerplaats, maar we liggen heel rustig hoor. Nou, we gaan lekker slapen. Het rusten. Slapen we allemaal. Klaar voor de volgende stap. Dieseltanken aan de grens, zodat we een heel stuk kunnen rijden. Zo, hier gaan we LPG tanken. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Ja, ik zie LPG. Oh ja, ik zie ook LPG. Dat gebruiken we voor onze kookgelegenheid. En om de koelkast gaat op gas. Erik pakt even de verloopnippel die we moeten gebruiken bij het gastanken. Die denk ik. Deze past erop, zo te zien. Moet dichterbij hoor, kijken. Deze erop. €4,9 voor diesel. Nog even tanken voordat we de grens overgaan. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Jumbo, de rijdende supermarkt. Thank you.
een heel gepuzzel. Omschakelen naar het Frans is ook nog een lastig ding. Poging 2. Is die weer invalide? Ja. Ach. Poging 3. Nu gaan we de visa-kaart proberen. Engels. Parkeerservices. Nu de pincode bovenin nog intikken en dan kunnen we naar binnen. De bonnetjes vliegen zonder oren. Nou, ik zal maar instappen, want straks gaat hij dicht voordat je erdoor bent. Oh, poging 1 mislukt. Poging 2. De verzorgingscel. Erik gaat even het toilet verzorgen. De cassette wordt uit de camper gehaald. Dit systeem ken ik nog niet. Oké, klep die open. Nee, niet. Omdat die andere aan is, zou deze misschien. Oh ja. Foutje. Onderin. Nou, doe die andere eens proberen. Ja. Dat is kies die kant. Hier heb ik het snoer en een blaadje. Dan gaat hierin. Eigenlijk net zoals bij een caravan, hè? Precies hetzelfde. Dit nokje hier bovenop moet bovenaan zitten. Bij het klepje. Deze erin. En dan gaan we deze een beetje uit de klit halen. Klepje open. Dit klepje gaat open. Hier erin. Voilà, en hij zit erin. We staan nu even hier, maar daar bij al die blauwe stippen, dat zijn camperplaatsen. En op een van die staan wij daar, 15 of 16. En we gaan nu eens even de camping verkennen. Waar de sanitaire gebouwen zijn. Want die zijn dit ons beloofd. Dit zal de receptie wel zijn hier, hè? En dat is iets van receptie, ja. Dit zijn de douches. Eens even kijken. Oh, dat zijn er heel wat, joh. Lekker warm hier. Oeh, nou. Dit zijn de douches. Zitten daar deuren in? Daar zitten wel deuren in. Ah, dit is een rolstoeltoilet. Rolstoeldouche bedoel ik. Hier de rolstoeldouche. Dit zijn de wasbakken voor de was. Kijk maar, dit zijn de, van die schrobplaten. Daar kan je dan je was op z'n heen en weer schrobben. En nog een paar. Kun je een mooie danstafel maken. Hier is een soort klimparcours. Met bollen. Pots, denk ik, waar je kan zitten. Er staat er zomaar één open. Ga eens even kijken. Huh? Dat is helemaal best eng.
zit vast. Mijn vingers. Oh, dit wordt eng. Springen. Nee! Hey, dan kan ik nog niet filmen. Oh, nou zit ik op mijn hak. Mijn schoen zit vast. Nou, zit mijn sleutelbos en mijn telefoon zit er nog in. Ga niet met mijn benen erover. Ik kom kan. Wil niet? Denk je lekker zitten in het zonnetje? Ja, maar. Je gaat even naar de rand klimmen. Oeh, hier zit vlak bij het gaas. Kijk, hier kijk over de rand. Zo, je zit er even tegen de zon in te knijpen. Een wijs uitzicht wel. Oké, we zitten in de gevangenis. Nee, we hebben daar een uitgang. Gaas te kijken, maar... We hebben daar een uitgang. Nou, de oversteek. Ja, goed zo, klimmen. Yes, het is me gelukt. Kijken of ik niet val. Nou, hier is het heel makkelijk, want hier kom je op de grond. Kijk, die zo. Nou, heb je nog wat te vertellen? Nou, dat dit geen Nederland is. Daar hoef je niet zo te klauteren op een camping. Maar het is wel een leuke camping, denk ik. Nou, dit ziet er een beetje buitengebruik uit, dit zwembad. Wow. Maar in de zomer is het natuurlijk hartstikke leuk, dit. Hier zie je het even. Hier zie je de fietstochten in de buurt. En hier de afstanden. Dit is de Goldbaan. En achteraan zie je de mooie klimtoren. Zie je het zitten? Hier kun je abseilen, daar halverwege. Hier is het ja. Daar. Op de terugweg. Deze wandelen. Langs de camping. Langs het zwembad weer terug naar de camping. En van de camping naar de camperplek. Ik heb een hele grote dikke spin. De was erin. Op slot. Dutch. Oh. Eerst Engels, wel handig. Aanraken, wassen, 8 kilo. Geen softer meer. Ik doe geen. We gaan het proberen. We gaan met de creditcard betalen. Hier moet je met het pijltje je wasprogramma kiezen. Je loopt dan gewoon door een aantal nummertjes heen. Heb je het goede programma? Dan doe je de startknop. En dan gaat het beestje. Drogen. 20 minuten. Geen bom. Met de kruidenkaart. Oh, de heetste stand. Start. En dan zijn we hier over de tijd. 20 minuten. Zo, ze gaat eerst even het water weg laten lopen.
lozen we alles, ruimen we alles op. Zo, de code even invullen. Ja, de slagboom is open. Even je beeld schoonvegen. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad, hier zo. Ja, ja. We hadden rechtdoor gemoeten, maar zoals je ziet, de route barré. Helaas. In de nauwe straatjes aan het dwalen, op zoek naar een camperplek. Helemaal stijl omhoog. Oh, 2 meter, dat gaat niet lukken. Nee, nee, dat gaat er niet worden. Maat. Oeps. Het is gelukt. Ah, campertjes. We zijn er.
We zijn er net met de trap naar beneden gegaan. Ontzettend veel traptredens naar beneden. Daar hebben we rondgewandeld. We zijn over het strand heen gelopen. En daarnet zijn we met het kabelliftje weer omhoog gegaan. En nu staan we weer bovenop de plek waar de campers staan. En achter me zie je de zee met de vissersbootjes. En de meeuwen die er gigantisch op afgaan. Blijkbaar is er veel vis te vangen. Ja, dat gebeurt ook. Alternatief waslijngedoe. Multifunctioneel. Aangekomen in Beaumont-le-Roger, een mooie camperplaats, helemaal gratis, zelfs met gratis stroom en met water. Nou, wat willen we nog meer? Hier gaan we 2 dagen staan, we staan hier zaterdag en zondag en maandag gaan we weer verder en dan gaan we richting het zuiden. Weten we al een volgende plaats? Nog niet echt, hè? Een aardige Fransman kwam met een dubbelstekker aan. En nou is de bovenste stroom is voor ons. Helemaal gratis en voor niks. Très bien. Zo. De kraan moet dicht.